was op in die zin dat mijn heup zei, het is genoeg geweest. Ik ben een topsporter en ik had het idee dat ik mijn top nog niet had behaald. En dan moet je toch gedwongen stoppen eigenlijk. En dat is natuurlijk balen, maar ik weet aan de andere kant ook wel dat het de juiste beslissing is. Ik denk dat ik een hele mooie carrière heb gehad met veel hoogtepunten, maar ook wel dieptepunten. En ja, ik denk dat de afgelopen 10 jaar hele mooie jaren geweest zijn uit mijn leven. 20 jaar geschaatst en altijd ook voor mijn plezier geschaatst. Dat is het belangrijkste eigenlijk. En ja, nu is het genoeg. Ja, die Nederlandse titels zijn mooi, maar ook wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen die je hebt mogen rijden en internationale trainingsstages, alle mensen die je daar tegenkomt en waar je toch ook een sterke band mee opbouwt. Ja, grote coaches waar je hebt mee mogen werken. Het is ja, mooi. Heb je dan deze week al veel reacties gehad van dat soort mensen uit het wereldje? Ja, ik heb heel veel reacties gehad van alle mensen om me heen. En de meeste reacties zijn van ja, oh, zo ontzettend jammer dat je moet stoppen, want je ging net zo lekker. Ja, dat was ook wel zo. Aan de andere kant is er niemand die zegt van het is een domme beslissing, want ze weten ook allemaal wat ik heb moeten doorstaan de afgelopen tijd, ook met mijn heup. Dat, ja, goed, ze snappen het ook wel. Ja, ook als je jouw resultaten zo bekijkt, ook vorig jaar dan met die 14e plek op de EK, het ging steeds meer omhoog. Ja, klopt. Ik zat eindelijk een beetje in de lift, een plekje bij de internationale subtop. Ja, toen gooide eerst het syndroom van Guillain-Barré roet in het eten. Ja, eigenlijk zat die heupblessure daarvoor al. Maar goed, die kwam eigenlijk weer terug na het syndroom van Guillain-Barré. En die heeft me nu uiteindelijk de das omgedaan. Heb je altijd die droom gehad om bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen te gaan? Ja, droom altijd gehad. Dat zeker. En die komt nu niet uit. Komt het Nederlandse kunstrijden nu, valt dat in een gat? Dat weet ik niet. Dat zal de toekomst uitwijzen. Er zijn wel talenten, maar ik denk dat die ook eerst moeten bewijzen echt topsporter te zijn. Om daar doorbraak te krijgen internationaal. Heb je nu ook iets voor de toekomst van ik wil nog iets in het kunstrijden blijven betekenen of zo in de training? Of heb je zoiets van ik ga me volledig op mijn studie en maatschappelijke carrière richten? Eerst denk ik dat ik even afstand neem, want ik ben nog te veel schaatser om nu al iets anders te gaan doen binnen het schaatsen. Maar ik heb zo'n passie voor de sport, dat ja, 20 jaar op het ijs gestaan. Ik denk dat ik uiteindelijk wel iets zal doen in de schaatswereld. Wat, dat weet ik nog niet precies, maar ik denk dat ik ooit wel weer terugkom.